Ja, hier in de café doen ze alles in het grote. Je zit wel aan die flessen bier. Dan moet ik wel uitkijken dat ik hem niet in mijn poten laat vallen. We staan hier in een café, dat had 3 kamers. En het logo van onze club staat op de muur, man. Ik heb de prins hier ook nog getroffen, een ex-prins van een paar jaar geleden. Dat is een broer van prins Bernhard, geloof ik, of niet? Had nee, dat niet. Dat geloof ik niet. Dat doe ik zijn beurt. Welkom bij aflevering 9 van... RIC! Terug bij Go-Ahead Eagles. We stonden er voor, maar we werden weer ingehaald. Het ligt de 7 Heuvelenloop wel. Die vogels in Deventer hadden genoeg vlieguren om ons bij te houden. Die speler van Hully, die Richard van der Harten, die schoot 2 keer op de paal. Ja, dat is een goede voetballer. Daar kwamen we goed weg mee. Allebei een puntje, ik kan ermee leven. We zien nog steeds ongeslagen. Favoriete spelers. Lekker spitsen duo waar we hebben. Sven en Ananas. Die waren we goed op bedreef, die 2. Overtoon begint ook hoe langer beter te draaien. En Alblas, die keeper, die was goed. Voor gevaar voor eigen leven sprong hij ervoor op een gegeven moment. Die voetbalt lekker mee. Hij stond wel 2 keer voor paal. Maar hij tikte wel een mooie bal uit de kruising. Hij werd tot man van de wedstrijd gekozen. Maar of hij er blij mee was, die jongen had een hoop pijn. Ik hoop dat die knieblessure meevalt. Tegenstander Almere City. Het zal wel een wermonthaal worden voor Jackie, Fida, Overtoom en Brake. Bij Almere denk ik altijd in een hockeyclub. Als je als kleinkind lid wilt, kun je laten goed stofzuigen. Vraag maar aan Jackie. Oké. Okay. En voetbal je zelf ook? Nee, ik zie op hockey. Zie je op hockey? Oh, dan kan je wel heel goed stofzuigen later, hè? Want dan kan je altijd zo... Ja. Oh, dat is mijn geintje, hoor. Voorspelling, ja. Ik denk dat we een zware dobbel krijgen. Maar, loop positief zien, 1-2. We hebben mooi thuis geloot tegen die Flyer uit Sittard. Het valt me wel op dat Jupiler 5 jaar extra bier levert in de goffelt. Dat is wel sinds die 5 Belgen bij ons spelen. Zal wel met ontwikkelingshulp te maken hebben. Broer van de Boom, die bracht zijn fotorolletjes vroeger ook altijd naar Antwerpen. Het kind van de buurvrouw zei van de week tegen de moeder: maar wat doet de ooievaar als hij een kind had afgeleverd? Zeg maar, op de banken liggen en de voetballen kiezen. Gisteren ook nog naar de kroeg geweest, was gezellig, zei. Ik zeg maar, s'avonds een fan, s'morgens uitslapen. Het kost wel wat, maar hij ook niks. Nou dames, eet smakelijk en hou je. Doei!